Het Sportexpertisecentrum werkt nauw samen met verschillende scholen om sportlessen te geven. Volgens het centrum is de aanpak uniek. Wat ons onderwijs zo uniek maakt, is dat we gebruik maken van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsmethode. En daarnaast gebruik maken van alle moderne technologieën om onderwijs te verzorgen. We richten ons op motorische, maar ook cognitieve en sociale doelen. Daarom spreken wij ook graag van bewegingsonderwijs in plaats van een gymles. Voor het Sportexpertisecentrum is er niet één specifieke doelgroep. Binnen ons onderwijs richten wij ons niet op speciale doelgroepen. Bij de allerjongsten beginnen we al met peuterkleutersport. En daarnaast hebben we uitdagende lessen voor groep 1 tot en met groep 8. De lessen binnen in de gymzaal wordt er ook bewogen na school en in de pauze. We zijn inderdaad actief op het schoolplein. Het Sportexpertisecentrum staat voor bewegen en stimuleren hiervan stopt natuurlijk niet bij de les. Dus dat doen we ook op het schoolplein en na schools aanbod. Stagiairs krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen bij het Sportexpertisecentrum. We hebben regelmatig stagiaires. We proberen maatschappelijk betrokken te zijn door de sportprofessional van de toekomst op te leiden. Dat doen we door stagiaires een kijk in de keuken te geven bij verschillende doelgroepen op verschillende scholen.